Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag. Ik weet het niet, de usual dag dat ik vlog. Maar ik heb gewoon dit weekend helemaal niks uitgevoerd. Dus ik dacht, ja, ik kan wel gaan vloggen, maar ik doe toch helemaal niks. Ik heb wel mijn haar laten doen. Ik heb weer Passion Twist en nu lekker kort. Ik dacht even wat anders. Ik had ook echt geen zin meer om mijn eigen haren te doen. Maar ik heb me dus klaargemaakt, want ik ga straks naar Hua. Heel onverwacht, maar mijn zus die wil heel graag Chico's zien. En die zei, kom mee. Ik zei, oké. Dus daar gaan we straks naartoe. En ik ben wel één keer eerder op Hua geweest. Dat was 2 jaar terug volgens mij. En dat was heel leuk. Alleen wat wel jammer is, is dat je... Er komen gewoon heel veel echt hip-hop artiesten. En ik ken er misschien 2 of zo. En ik ken misschien ook 2 nummers van die artiesten. Dus dan sta je daar... Dus allemaal mensen die helemaal fan zijn en zo. En dan ken je heel die tekst niet eens. Maar goed. Voor de vibes. Het is leuk. Oké, guys. We have arrived. Op de parkeerplaats. En we twijfelen of we gaan wachten op 2 vriendinnen van Kim. Of dat we gewoon gaan. Want zij moet plassen. Ik moet eigenlijk ook oppassen, maar ik moet niet heel nodig. Sorry. En we moeten denk ik wel een stukje, want we moeten hier uit en dan moeten we ook nog een trap naar boven op een brug. Echt? Ja. La 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 la. Ik vind mijn haar echt leuk. La 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 la. Gaat het? Kimmy, je moet wel een beslissing maken. Ik moet echt oppassen, maar ik wil... Wacht. Laat me kijken wat ze zegt. Naar de auto. Het is een pokkenend. Maar het was wel leuk. We hebben genoten. Kimmy, heb je genoten? Ja, zeker. We zijn wel bijna dood gegaan. Hoi! Drie keer bijna dood gegaan. Ja, meer dan een keer denk ik eigenlijk. But we're alive. Hallo
iedereen. Ik weet niet of jullie mij goed kunnen zien, want ik loop volgens mij tegen de zon in. Maar ik wil jullie even... Is mijn camera nou zo onscherp? Nou, in ieder geval. Ik ben aan het lopen naar de pont. Ik kom mijn moeder me halen. En dan ga ik eventjes wat pakketjes brengen. Die ik heb verkocht op Vinted. Kledingstukken. Volgens mij is mijn camera een beetje raar aan het doen. Anyways, het is heel heet. Het is 22 graden, maar het voelt echt alsof het 25 graden is vandaag. Maar ja, in ieder geval. Ik ga vandaag naar de film met Jornik. Want hij is vandaag een dagje vrij. Hij heeft 7 dagen achter elkaar gewerkt. Dus vandaag gaan we even wat leuks doen. En ja, dat is het eigenlijk denk ik voor vandaag. Hoi guys, ik ben helemaal vergeten om te vloggen bij de bios. Maar we zijn nu bij Happy Italy. Is het niet ook precies een jaar geleden dat we hier waren? Maar ja, we gaan even pizza eten. En dan weet ik naar huis denk ik. Deze jongen moet morgen weer werken. Om hoe laat? 6 uur? Op 6 uur zo moet ik naar huis. Ja, nou ja. Anyways, we gingen naar Bombini trouwens. Dat was echt wel een leuke film. Hij vond het tweede deel niet zo leuk, maar ik vond die wel oké. Maar die vond ik wel leuk hoor. Juist. Ik vond het wel leuk. Maar ik vond deze wel beter. Hij kan wel echt goed acteren. Hey! Nou jongens, ik ga heel 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 eerlijk met jullie zijn. De pizza was echt verschrikkelijk. En het is eigenlijk al een beetje algemeen bekend dat Happy Italy gewoon niet meer zo lekker is. Maar ja, ik heb me gewoon een pizza margarita besteld. Dat moet toch gewoon, dat kan ik zelfs maken. Ja, maar er zat gewoon allemaal vet op die pizza. En die kaas was ook gewoon niet zo lekker. We hadden nog een ijsje besteld. Moesten we een kwartier verwachten of zo. Dus het was niet helemaal zoals verwacht. Maar we hebben nog steeds een leuke avond gehad, toch? Ja, zeker, zeker. Help haar. 2, 1. Zo. Buikspieren krijg je hoor. Laans. Kijk die voeten. Oh. Ja, dat is wel wat voor je komt. 8, 9, 10. Woo! Oh. 15, 16, 17, 18, 19. Dit is even een mooie vlog. Ik je helemaal vlog allemaal en abonneer alsjeblieft beneden. Het was super fijn. Hallo iedereen. Het is vandaag dinsdag. Ik zie er echt niet uit. Het is 10 voor 11 nu. Ik was echt vroeg wakker vandaag, want ik heb echt kut geslapen. Ik had gewoon de dingen waar ik stress over het dagelijks leven had ik gewoon over gedroomd. Plus ik heb allemaal puisten gekregen hierin. Hier ook een paar. Het zit even niet mee. Maar ik ga eventjes... Ik weet niet meer wat ik ging doen. Oef. Oké guys, ik heb mezelf zover gekregen om op te staan. Ik ga uit de gym. Het is best wel zonnig. Ik weet niet wat ik ga trainen. Maar ik ga wel trainen. Waarschijnlijk een beetje cardio en ook mijn buik. Want ik heb echt een dikke buik gekregen. So let's go. Oké, guys. Ik ben eindelijk... Oh, zo hard. Eindelijk klaar met opruimen. Het heeft me bijna heel de middag geduurd. Terwijl mijn kamer was helemaal niet zo'n troep. Maar ik wil gewoon even echt... goed opruimen, stofzuigen en die dingen en zo. Dus het ziet er nu lekker clean uit. Bed verschoond, nieuwe kleding op mijn rek. Nog steeds dit verven en behangen.
Maar het ziet er wel lekker schoon uit. Helemaal top. En ik heb mijn, hoe heet dat? Diffuser aangedaan met een beetje de noorden in. Oh, mijn kamer ruikt zo lekker nu. Ik ben nu nog eventjes aan het chillen. Ik ben net klaar. Maar ik ben zo moe. Dus ik ga heel eventjes nog liggen. Ik ben Pretty Little Liars aan het kijken. En vanavond gaan we uit eten. Ik met mijn schoonfamilie. Want mijn zwager, zijn zusje is naar Nederland toegekomen. En ze is ook jarig vandaag toevallig. Dus Soleil, als je dit ziet, happy birthday. We gaan vandaag eten. Volgens mij zei Jordan dat we naar Gauchos gaan. Dus ik ben benieuwd. Vorige keer waren Jordan en ik ook naar een Gauchos gegaan. Maar dat was dus blijkbaar de verkeerde. En volgens mij gaan we nu wel naar de goede toe. Dus ik ben benieuwd. Volgens mij kan je daar steak eten. Of ik weet eigenlijk niet, zeg maar wat. Nou, anyways, ik moet nog eventjes de video van vorige week editen. Een video van dit weekend ga ik denk ik morgen doen of zo. Maar ja, dat gaan jullie allemaal meemaken. Ik heb vrijdag heb ik een hele leuke dag. Dan ga ik een cursus wimpers volgen bij Shannon. Waar ik ook altijd mijn wimpers laat doen. En ja, ik heb er echt zin in. Ik weet eigenlijk niet of ik dit had verteld, maar ik ging dus vanmiddag naar de gym. En toen stond ik met de auto geparkeerd voor de gym. Ik denk een half uur lang. En ik werd een beetje duizelig en misselijk. Ik had niet zo goed gegeten. En ik had gewoon geen motivatie. Ben ik gewoon weggereden. Ik reed gewoon weg. Ik ben gewoon niet gaan gymmen. Ik had gewoon echt geen zin, geen motivatie. Ik had honger. Het was fucking heet. Maar ik hoop dat ik morgen wel een beetje energie en motivatie heb. Want ik moet echt, echt weer even erin komen. Ook gewoon qua eten. Want ik eet echt alsof ik alsof het allemaal niet meer aankomt. Maar sinds een paar maanden kom ik echt gewoon aan, zeg maar. Vroeger kon ik echt alles eten wat ik wilde en dan zag je het niet. Maar ik merk de laatste tijd dat het best wel te zien is. En vooral aan mijn buik. Ik ben helemaal ready om te gaan. Maar ik wil even mijn outfit laten zien. Ik heb dit blouseje aan van Zara. Broek van de Zara. En ik heb mijn Air Force Shadow aan. Die moet ik trouwens ook echt gaan wassen. Want ik had ze aan met Oh My. En ze zijn helemaal vies. Maar wel, ik denk dat ik gewoon nieuw ga kopen trouwens. Want ze zijn ook een beetje kapot. En ze zien er gewoon niet meer uit. Ik ga nu snel naar mijn sluis toe rijden. Jordan ophalen. En dan gaan we uit eten. Happy birthday! Happy birthday!